In Dordrecht is vanochtend een omstreden fietsbrug over het Vlij geopend. Tegen de aanleg van de brug, hier op archiefbeeld, is jarenlang veel verzet geweest. Volgens de Stichting Het Wantij is de fietsbrug te groot en tast die natuur en milieu in en om het park aan. De Fietsersbond en de Watersportclub zijn wel tevreden met de fietsbrug over het Vlij. Die de Blijdorp in Rotterdam gaat woensdag bij het stadhuis actie voeren tegen de bezuinigingen die het stadsbestuur wil doorvoeren. De gemeente wil de subsidie voor de dierentuin vanaf 2012 geleidelijk afbouwen van 4,5 miljoen euro naar 800.000 euro. Blijdorp vreest door die korting failliet te gaan. Het pensioenfonds voor het kantoorpersoneel van de Rotterdamse sleper Smit kijkt of de pensioenen kunnen worden ondergebracht bij een verzekeraar. Korter op de pensioenen is daarmee niet van tafel, maar het fonds hoopt hiermee de financiën op langere termijn weer op orde te krijgen. Eerder deze week werd bekend dat de pensioenuitkeringen bij Smit ruim 13% naar beneden gaan. Justitie gaat in beroep tegen de straf die de oud-directeur van het havenbedrijf Rotterdam, Willem Scholten, heeft gekregen. Scholten werd twee weken geleden veroordeeld tot acht maanden cel. Justitie vindt die straf te laag. De oud-haventopman werd door de rechter schuldig bevonden aan ambtelijke omkoping, valsheid in geschriften en oplichting. Sparta heeft vrijdagavond opnieuw een uitwedstrijd verloren. Tegen FC Den Bos werd het 3-1. De Dortenaren deden het beter in de eerste divisie. Het duel RKC-Waalwijk FC Dordrecht eindigde in 1-2.